C-Station! Degene die het nog niet weten, wie je bent. Ik ben Caroline Gerels. Ik ben wethouder kunst en cultuur en sport van de gemeente Amsterdam. Oké, en we hebben net gezien dat jij een site hebt gestart. En waarvoor is dat precies? De gemeente Amsterdam heeft de site youramsterdam.nl gestart. En dat is om jongeren de mogelijkheid te geven allerlei dingen op te zoeken die te maken hebben met hun talenten. Ik ben bezig aan de achterkant met een jongere redactieteam de site up-to-date te houden en allerlei informatie erop te zetten die jongeren aangaat. Er kunnen ook filmpjes op, dus dat is echt heel erg leuk. En daarbij is er een nieuw onderwerp opgekomen, talentontwikkeling. Jongeren die worden eigenlijk gestimuleerd om hun eigen talent te ontwikkelen. Dat kan op een sportief vlak zijn, cultureel vlak, maar dat kan ook wetenschappelijk, technisch zijn. Dus dat kan je ook vinden op de site. Jongens en meisjes, ik ben Fabian Egers en ik ben ambassadeur van Hittegolf. Hittegolf is een project, het is ontstaan door jongeren, omdat wij, zeg maar, als we uitgaan, komen we er niet in, omdat je misschien Marokkaan bent, of een Surinamer bent, of Antilliaan, allemaal vooroordelen. En dat wilden wij wegnemen door middel van een feest te organiseren voor iedereen die welkom was. Maakt niet uit, zwart, wit, dik, dun, iedereen was gewoon welkom. Ik ben Virginia, Amanda en ik ben Laura. We hebben Forever Young opgezet. Het idee is tot stand gekomen dat wij in onze omgeving merkten dat veel jongeren ook naar muziek uit voorgaande generaties luisteren. Dat doen wij ook. En we wilden dat graag verder onderzoeken. Ik ga mijn frustratie omzetten in daden en creativiteit. Want zo'n persoon was ik. Wat moeten jongeren doen om precies subsidie aan te vragen? Ja, ze stellen een projectplan op, dus we hebben standaard projectformulier om het ook niet te moeilijk te maken. En dan gaan ze een begroting maken en een plan wat ze gaan doen. Dan ze de communicatie gaan doen en dan gaan ze het uitvoeren. En dat wordt altijd heel mooi. Oké, en waar kunnen we dat vinden? Stel, ik heb een goed plan, waar kan ik dat kwijt? Dat kan op www.amsterdam.nl/jouwidee. Waar hebben jullie precies geld voor aangevraagd? Voor een avond in Fantasio. Een avondvullend programma met muziek voor jongere en oudere generaties. Maar ik heb eigenlijk nog wel een vraag, want jullie hebben natuurlijk subsidie aangevraagd. Hoe ging dat precies? Nou, wij zijn hevig op zoek geweest naar geldschieters en dat was eigenlijk best wel moeilijk. Blijkt zo te zijn. De toeval kwam eigenlijk bij jouw idee maak het waar. En daardoor moesten we een formulier invullen en een plan van aanpak, hoe we het willen aanpakken en wat onze maatschappelijke doelstellingen zijn. En zo verantwoording afleggen waarvoor je geld wil hebben. En toen kregen wij eigenlijk meer geld dan we hadden aangevraagd, omdat we een heel goed idee vonden. Oké, dus het is voor iedereen mogelijk? Voor iedereen mogelijk, tussen de 12 en 23 jaar. Oké, dankjewel.